Dammen worden wereldwijd gebruikt als reservoirs en om waterkracht op te wekken. Het zijn vaak opmerkelijke technische hoogstandjes. Helaas kunnen dammen ook instorten. Dat kan gebeuren omdat een dam op een ongunstige plaats is gebouwd. Of omdat hij gewoon te oud is en de scheuren zichtbaar beginnen te worden. De gevolgen kunnen verwoestend zijn. Welke dammen zijn het gevaarlijkst in de wereld? Amazing! Woohoo! 10. Drie Kloverdam, China. We beginnen deze video met een scenario dat zo catastrofaal is dat het bewijst hoe gevaarlijk het instorten van een dam kan zijn. De Drie Kloverdam in China is een kolos. Het is de Godzilla onder de dammen in de wereld. De schaal ervan is ontzagwekkend. Hij is 185 meter hoog en 2309 meter breed. De dam drijft 34 generatoren aan met een totaalvermogen van 22.500 megawatt. Dat betekent dat de Drie Kloverdam 's werelds grootste hydro-elektrische installatie is. De dam werd vrij recent geopend in 2003, maar het probleem is de ligging langs de Yangtze of de Gele Rivier. Dat komt omdat een reeks andere dammen langs dezelfde rivier in 2020 overstroomden of onder zware druk kwamen te staan. De situatie werd alleen maar erger tijdens de overstromingen die China in 2021 troffen. Dat betekent dat de Drie Kloverdam ernstig gevaar loopt zelf door te breken. Zo'n rampscenario zou niet minder dan 400 miljoen mensen, ja 400 miljoen, in heel China in gevaar brengen. Het zou ongetwijfeld de grootste damramp in de geschiedenis zijn. 9. Teridam, India. Net als de Drie Kloverdam in China werd de Teridam in India tijdens de bouw belaagd door een stortvloed van protesten tegen de gevolgen voor het milieu, de samenleving en de cultuur. De dam, een multifunctionele dam van rots- en grondvulling, ligt in de Bhagirathi-rivier bij de stad Teri in de deelstaat Uttarakhand in het noorden van India. Het is ook de hoogste dam van India met een hoogte van 265 meter. De plaats van de dam aan de voet van het Himalaya-gebergte is indrukwekkend. Maar het belangrijkste probleem is het veiligheidsprofiel van de Teridam, want hij ligt in een seismische zone die bijzonder krachtige aardbevingen kent. Volgens deskundigen is een aardbeving met een kracht van meer dan 8 op de schaal van Richter onvermijdelijk tijdens de levensduur van de dam. De dam heeft geen maatregelen tegen aardbevingen. Dat betekent dat 2 miljoen mensen in de omliggende gebieden gevaar lopen overstroomd te worden als de Teridam zou instorten. 8. Whittier Narrows Dam, Verenigde Staten. Laten we naar de Verenigde Staten gaan. De Whittier Narrows Dam ligt aan de San Gabriel Rivier in Los Angeles County, Californië. Het is een 17 meter hoge aardedam, ontworpen om water op te slaan en tevens een fundamenteel onderdeel van het hoogwaterbeheersingssysteem van de Los Angeles County Drainage Area, LACDA. Zoals bij veel actieve dammen in de Verenigde Staten is Whittier Narrows een dam die snel veroudert, gezien het feit dat hij in 1956 geopend werd. Het US Army Corps of Engineers heeft geoordeeld dat de Whittier Narrows Dam structureel onveilig is. Een grote renovatie van de dam was gepland voor 2021, waarbij de bestaande overlaat vervangen zou worden door een systeem dat minder snel defect zou raken. Ook de fundering van de dam moet worden verstevigd om erosie tegen te gaan en instorting te voorkomen, waardoor overstromingswater over de dam zou kunnen stromen. De renovatie is dringend nodig. Gezien de ligging in het dichtbevolkte LA County zou een instorting van de dam naar schatting 1 miljoen mensen kunnen treffen die langs het overstromingsgebied wonen en werken. 7. Enguridam, Georgië. Onze volgende halte is het Caucasusgebergte in West-Azië en de Enguridam, een hydro-elektrische stuwdam in de Enguri-rivier in het land Georgië. De dam, die ook dienst doet als waterreservoir voor Georgië, is indrukwekkend van omvang en is momenteel met zijn 271,5 meter hoogte de op één na hoogste betonnen boogdam ter wereld. Het probleem met de Enguridam, zoals met zoveel dammen op onze lijst, is de ligging. Deze dam wordt omringd door steile bergkliffen waar veel aardverschuivingen voorkomen. Een studie uit 2018 door toonaangevende geologen vond overtuigend bewijs dat er 2 grote aardverschuivingen op komst zijn in een gebied in de buurt van de Enguridam. Deze dreiging van aardverschuivingen wordt nog verergerd door het feit dat de zuidwestelijke Caucasusregio tot de meest seismische actieve regio's ter wereld behoort. De regio heeft enkele van de krachtigste aardbevingen uit de geschiedenis gekend. Een aardverschuiving als gevolg van een aardbeving zou ongetwijfeld catastrofaal zijn voor de Enguridam. 6. Kaindji-dam, Nigeria. Afrika is een continent van extremen, vaak geteisterd door ofwel genadeloze droogte ofwel overstromingen op bijbelse schaal. Veel landen in Afrika hebben hun toevlucht genomen tot waterkracht om duurzame, vrij goedkope energie te leveren. Eén van die landen is Nigeria, de dichtstbevolkte natie van het continent en een land met relatief veel neerslag. De Kaindji-dam is een combinatie van een aarden en betonnen dam die de Niger-rivier overspant in de staat Niger in centraal Nigeria.
De regenval is de laatste jaren toegenomen doordat overtollig water Nigeria's uitgebreide rivierenstelsel binnenstroomt vanuit de Benue en de Niger-rivieren in de buurlanden Cameroen, Mali en Niger. Studies hebben aangetoond dat deze wateroverlast verergerd is door het systeem van dammen in Nigeria en vooral door de Kainji-dam. Bovendien verkeert de dam zelf in slechte staat, omdat scheuren in de dam sinds het ontstaan ervan in 1968 tijdens periode van droogte niet goed zijn aangepakt. De dam heeft al herhaaldelijk overstromingen veroorzaakt en men vreest dat een eventuele instorting een mega-overstroming zou kunnen veroorzaken met onnoemelijke schade in de regio. 5. Mullaperiyar-dam, India. De Mullaperiyar-dam is onze tweede Indiaanse dam in deze video en ligt in de Periyar-rivier in de zuidelijke staat Kerala. Er is één bijzondere factor die deze dam in India onderscheidt van andere dammen wereldwijd en de belangrijkste reden is waarom hij zo gevaarlijk is, zijn leeftijd. De Mullaperiyar-dam werd gebouwd tussen 1887 en 1895, wat betekent dat hij gebouwd werd toen de Britse Raj India regeerde en koningin Victoria als keizerin over India heerste. Dat betekent dat de 53,6 meter hoge dam vanaf 2021 126 jaar oud is. Zoals de meeste dammen werd Mullaperiyar slechts gebouwd om 50 jaar mee te gaan. Wat de zaak nog veel erger maakt is dat ze in een aardbevingsgebied ligt. Een studie van de Verenigde Naties schatte dat een aardbeving met een kracht van 6,5 binnen een straal van 16 kilometer het waterpeil van de dam zou doen stijgen tot 41 meter. Dat rampscenario zou het leven van 3,5 miljoen mensen in de streek in gevaar brengen. Een parlementslid voor de staat Kerala beschreef de Mullaperiyar-dam onlangs als een tikkende tijdbom die wacht op ontploffing. 4. Lake Isabella-dam, Verenigde Staten. De Lake Isabella-dam ligt in een bijzonder mooi deel van het binnenland van Zuidelijk Californië, aan de voet van het Sierra Nevada-gebergte en ongeveer 64 kilometer ten noordoosten van Bakersfield. Helaas wordt ze, volgens het US Army Corps of Engineers, beschouwd als de gevaarlijkste dam in de Verenigde Staten die op instorten staat. De belangrijkste reden voor dit risico is dat Lake Isabella een verouderde dam is die gebouwd werd in het begin van de jaren 1950, in een tijd dat de bouwkundige normen voor dammen veel soepeler waren. Het resultaat is een dam die zeer kwetsbaar is voor inwendige erosie en dus doorsijpeling. De dam is voortdurend op bijna volle capaciteit en door doorsijpeling blijft het dampeil stijgen, zelfs als de dam water in de kernrivier laat stromen. Tot overmaat van ramp ontdekten geologen onlangs dat de dam ook gebouwd is op een actieve seismische breuk, wat betekent dat de dam bij een sterke aardbeving vrijwel zeker zou instorten. 3. Xingu-dam, Brazilië. Vale, wat Portugees is voor vallei, is een Braziliaans mijnbouwbedrijf dat 's werelds grootste bedrijf voor het ontginnen van ijzererts is. Vale was de afgelopen jaren de oorzaak van twee grote dambreuken in de zuidoostelijke Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. De eerste Vale-residuudam die instortte was in Mariana in 2015 en wordt beschouwd als de ergste milieuramp van Brazilië tot nu toe. De tweede instorting van een Vale-residuudam was in de gemeente Brumadinho in 2019, waarbij 270 mensen omkwamen. Nu is er een derde dam van residuen die eigendom is van Vale en die volgens deskundigen dreigt in te storten. De Xingu-dam ligt in de Alegria-mijn van Vale, die ook in de Mariana-streek ligt, het gebied waar de eerste ramp met de Vale-dam terug in 2015 plaatsvond. De Xingu-dam is eigenlijk al sinds 1998 buiten gebruik. Maar het overtollige water in het mijnafval dat door de Xingu-dam wordt tegengehouden, dreigt de reeds verzwakte dijk van de dam vloeibaar te maken. Het resultaat zou een mogelijk catastrofale instorting zijn die even erg is als de eerste twee instortingen die door het mijnafval van Vale veroorzaakt werden. 2. Mosul-dam, Irak. Amerikaanse functionarissen hebben de dam de gevaarlijkste dam ter wereld genoemd. Het betreft de Mosul-dam, de grootste dam in Irak en de op 3 na grootste in het Midden-Oosten. De Mosul-dam ligt 50 kilometer stroomopwaarts van Mosul, de op 1 na grootste stad van Irak met een bevolking van bijna 2 miljoen. Het probleem is dat de dam bovenop gips ligt, een poreus mineraal dat gemakkelijk in water oplost. Het resultaat is een dam omgeven door zinkgaten, wat verklaart waarom er sinds 1986 50.000 ton materiaal in de dam is geïnjecteerd. De herstelwerkzaamheden aan de dam zijn vertraagd door de politieke onzekerheden in het land. Mocht de dam bezwijken, dan zou de stad Mosul binnen enkele uren onder water staan, met een geschat verlies aan levens van 500.000 mensen of zelfs meer. Het overstromingswater zou andere steden als Tikrit, Tamara en zelfs delen van de hoofdstad Bagdad bereiken. 1. Karibadam, Zambia, Zimbabwe. We keren terug naar Afrika naar een dam die niet alleen tussen twee landen in ligt, maar die, als hij zou instorten, de vernietiging van niet één, maar twee grote dammen zou veroorzaken. Het betreft de Kariba-dam, die ligt op de grens tussen de zuidelijke Afrikaanse landen Zambia en Zimbabwe. Kariba ligt 518 kilometer ten noordoosten van de beroemde Victoria-watervallen en 190 kilometer ten zuiden van de hoofdstad van Zambia, Lusaka.
Door de dubbele krommingen van de betonnen boogdam ontstond ook Lake Kariba, 's werelds grootste kunstmatige meer en reservoir. Het probleem met Kariba is dat het oud is, geopend sinds 1959 en dat het slecht onderhouden werd in de loop der jaren. Het resultaat is een zwaar gehavende dam die op instorten staat. Een instorting zou rampzalig zijn, niet alleen voor de hele Zambezi-vallei, maar ook voor miljoenen mensen in Zuidelijk Afrika. Alarmerend is dat wetenschappers geloven dat de enorme overstroming als gevolg van een instorting van Kariba waarschijnlijk zou leiden tot de vernietiging van een andere dam, de Kahora-Bassa-dam, zelf een enorme hydro-elektrische dam in Mozambique. De omvang van de ramp spreekt voor zich als je beseft dat de Kahora-Bassa-dam 482 kilometer van de Kariba-dam ligt. Dat waren de gevaarlijkste dammen ter wereld die op instorten staan. Was je ervan bewust hoeveel gevaarlijke dammen er wereldwijd zijn? Laat het ons weten in de comments. We hopen je terug te zien voor onze volgende video.